Laten we eerlijk zijn, het is een beetje een... Het is een opvallende combinatie van jullie vier bij elkaar. Ja. En hebben jullie ook nog de naam gekozen? Gabbers? Gabbers, ja. Ja, Gabbers. Wie komt op het idee van Gabbers? Jij. Hoezo nee. Zijn Gabbers. Ja. Gabbers. Ik weet niet zeker of ik de idee... Misschien. Misschien heb ik het idee. Jij hebt het doorheen. Maar gabbers is iets verder dan vrienden. Met je vrienden praat je. Met je gabbers doe je gekke dingen. Zoals ziekendom kapot maken. Dat is wat wij gaan doen met deze gabbers. Filip, hoe ben jij erbij gekomen bij deze gabbers? Wel, ik kreeg dus op een dag telefoon van Jandino. Echt van... Bam! Nee, dit moet je doen, jongen. Nee, je gaat toch even doen, jongen. Nee, nee, jongen. Nee, je moet gewoon... Doen. En ik zeg, ja, maar met wie spreek ik eigenlijk? En dan heeft hij met het gelegd en ik gezegd, ja, dat is goed. Maar ja, dan heb je jullie vier bij elkaar, maar dan heb je nog natuurlijk geen programma. Dus Roé, hoe gaat dan brainstormen? Hoe praten jullie? Hoe werkt dat? Brainstormen bij ons is meer dat ik dus die ideeën heb. En zij zeggen ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Nee, we komen bij elkaar en doen we inderdaad gekke dingen. En dan hebben we een regisseur die dat... in die gekte alles typt en meeneemt. En denkt, oké, dat kunnen we gebruiken. Guido zei dat. Misschien kunnen we dat gebruiken. En we gaan nog zoveel van dat soort gekke dagen hebben. En lol, vooral lol. Brainstormen bij ons is dat ik naar huis ga met buikpijn van het lachen. Maar wat gaan we zien? Wat gaan we zien als jullie met z'n vieren in het Ziggo Dome staan? Is het helemaal vol? Wat zie je dan? Sowieso vuurwerk. Heel veel vuurwerk. Vuurwerk. Heel veel vuurwerk, ja. We hebben gewoon echt zoveel vuurwerk. Roué is degene. Kijk, ik wil heel graag openen met vuurwerk. Ja. En Roué komt elke keer... Hey, gast, ik ken een gast met vuur. Moet je vuur? Gewoon de hele dag biedt hij jouw vuur uit Noord-Korea. En gewoon in je woonkamer. Ik leg met mijn vrouw te slapen. Opeens Roué in de woonkamer. Hey, gast, wil je vuur? Ik heb vuur. De hele dag. Dus wij gaan gewoon groots openen. Vuur, dansers, alles. En goochelen. En goochelen. Ja, Filip wil goochelen. Dat is een droom van mij om te goochelen, dus ik wil graag. Maar ik weet niet, want hij zegt tegen mij, Roué, ik laat je dus opstijgen op het podium. En dan doe ik dit en dan verdwijn ik. Dus hij verdwijnt. Ik zeg, waar ben ik? Hij zegt, dan zweef je nog. Ik zeg, maar hoe kom ik terug? Hij zegt, dat weet ik nog niet. Dus ik weet niet of dat gaat lukken, dat weet ik niet. En wat zou jij willen zien daar? Heb jij al een idee ook erbij? Ik wil hun zien. Ik wil ons samen zien. En ik zelf wil gewoon ook lekker veel stand-uppen. Ik denk dat Jandino mij gaat leren dansen. En ik denk wat ik net zei met vuurwerk... is volgens mij niet alleen maar dat we vuur afsteken... maar volgens mij zijn wij zelf ook zo verschillend... dat we een soort chemische scheikundige reactie veroorzaken... dat gewoon Ziggo Dome ontploft.